Niet omdat ik dit wil, maar omdat dat van de mensen hier van de camera. Niet dat je denkt dat ik, dat zou ik niet doen. Ik ben Koen en ik ben genomineerd voor leraar van het jaar. Ik ben Koen van Nieuwburg, ik ben 38 jaar. Ik ben geboren en getogen hier in Twente en ik ben docent bij het ROC van Twente bij de opleiding Sociaal Werk. Ik wilde eigenlijk altijd al in het onderwijs, van jongs af aan al. Vroeger heb ik hier de opleiding zelf gedaan. Toen ik hier de opleiding deed, toen dacht ik van, oh, dat leek me echt heel tof om daar in de toekomst les te geven. Dus toen heb ik altijd jongerenwerk hier in de regio gedaan. Toen zag ik de vacature in de krant staan, toen dacht ik, daar reageer ik op. Ik vind het heel belangrijk dat het klaslokaal dat het een oefenruimte is. Waar mensen gewoon zich vrij genoeg voelen om ideeën met elkaar te toetsen. Om eens te kijken van, goh, wat vind ik van de wereld? Wat vind ik... Almelo staat in de fik. Ik geloof heel erg dat leren altijd een gevolg is van een goede relatie. Dus op het moment dat je oordeelloos naar elkaar kunt luisteren en je mag je mening geven en daar word je ook voor uitgenodigd, dan denk ik dat het altijd tot resultaat heeft dat je gaat nadenken over de wereld om je heen. Ik hoop dat jongeren 's morgens naar mijn les heen gaan en dat zij heel veel plezier hebben aan de dingen die we met elkaar doen. Dat ze zich op hun gemak voelen, dat ze blij zijn, dat ze verheugd zijn. In ieder geval dat ze nooit met zenuwen naar mijn les hoeven te gaan. Dat zou het mooiste zijn. Ik probeer zoveel mogelijk gelijkwaardig met studenten om te gaan, omdat ik namelijk denk dat op het moment dat je jezelf kunt zijn in de les en je bent gelijkwaardig aan elkaar, dan kom je er ook achter wie je bent. En ik denk als je erachter komt wie je nu bent, dan kom je er ook achter wie je in potentie zou kunnen worden. Koen moet deze prijs winnen omdat hij ook echt vakdeskundig is. Ik ga altijd met zin naar zijn les en als ik uit de les kom, dan denk ik gewoon bij mezelf, ik wil gewoon meer weten. Ondanks het moeilijk is en wat dan ook, hij motiveert, hij is altijd positief in zijn lessen, af en toe wel grapje doorheen. Hier doe ik een gek stemmetje. En dat vind ik dus juist leuk in zijn les. Lesgeven coronatijd is wel een uitdaging, omdat ik er al heel erg van hou om met mensen in gesprek te zijn, bij elkaar te zijn, contact te hebben. Dus het contact gaat nu natuurlijk via een beeldscherm. Dus dat is een zoektocht van hoe kunnen we nou die contactmomenten die we hebben, hoe kunnen we die heel zinvol maken. Dat is een hele mooie uitdaging. En gelukkig heb ik ook studenten die daar ook heel erg actief met mij over meedenken. Over hoe kan het nou het beste vormgegeven worden. Dus dat is echt heel tof. Ja. Als dit het was, dan ga ik, denk ik. Mocht je denken van, ah, die Koen, dat zien we zitten. Stem dan gewoon even op mij. Ik zou het te gek vinden. Leuk.